Hi, ik ben Patricia Jansen, alumna van de Radboud Universiteit. En ik heb ook mee mogen doen aan de Heel Holland Bakt aflevering van 2016. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze fantastische mooie taart kunt maken. Heel eenvoudig en super lekker. Een echte showstopper. En ik wens jullie heel veel succes en veel plezier. Als eerste beginnen we met de cranberry coulis. Daarvoor hebben we de volgende ingrediënten nodig. De cranberries uiteraard. En wat suiker en een beetje water. Dit gaan we samen in een pannetje verwarmen. We maken dan dat de besjes eerst geknapt zijn. Als dat eenmaal zo is, ongeveer 10 minuutjes later, dan gaan we ze pureren en zeven. Ik zal even laten zien hoe we dat doen en dan gaan we verder. Ik haal dit even eruit. Oké, nu gaan we het geheel zeven. Even alles erin. En dat is dat. Zo. Nou ga ik even alle ingrediënten voor de cake verzamelen en dan laat ik zien wat we hier uiteindelijk mee gaan doen. Zo. Voor de red velvet cake hebben we het volgende nodig. Boter, eieren, een beetje citroensap, de coulis die we net hebben gemaakt, baking soda, zout, cacaopoeder, de bloem. Ik heb patentbloem gebruikt, die is wat extra fijn van korrel. Suiker, karnemelk en olie. En om het een daadwerkelijke red velvet kleur te geven, heb je wat rode voedingskleurstof nodig. Deze hoeveelheid is precies goed voor wat we nu gaan maken. En dan gaan we aan de slag. Als eerste doen we de boter romig kloppen. Zo, dit in de schaal. Zo. Zo. En daar doen we de suiker tegelijkertijd bij. Het is een grote hoeveelheid, maar dat komt goed. En dan zetten we hem eerst op langzaam, anders dan spat alle suiker alle kanten op en dat is niet gunstig. Terwijl ik hem trouwens op zacht zet, op, nou ja, op middelde snelheid, giet ik langzaam aan de olie erbij. Wat je vooral ook niet moet vergeten is dat je de zijkanten af en toe tussendoor wat los gaat, laat maar zeggen. Want de meeste gardes komen niet tot aan de bodem of aan de zijkant van de schaal. En daar wil nog wel eens boter blijven zitten of beslag blijven zitten. En dat moet gewoon bij de rest natuurlijk. Oké, dan gaan we weer verder. Nu de eieren. Als laatste bij de vochtige ingrediënten komt karnemelk. Dat doe ik er geleidelijk bij. Dan zal ik laten zien dat voor de droge ingrediënten dit moeten we eerst even roeren af voordat we dat bij de rest van het beslag doen. Ik was nog één dingetje vergeten te vermelden. De citroen heb ik er ook inmiddels al bij gedaan, nog voor de karnemelk. De volgorde is niet zo heel erg belangrijk, maar zorg dat het allemaal in ieder geval heel mooi homogeen is, alvorens je inderdaad de droge ingrediënten erbij doet. En dan zijn we klaar. Bij de droge ingrediënten hier heb ik de bloem dus. Daar gaat de baking soda bij, het zout en natuurlijk de cacao. Dit mengen we eerst even voorzichtig door, alvorens we het in delen onder het beslag roeren. Heel voorzichtig. Zo, ik had wellicht een iets grotere schaal kunnen nemen. Maar ik wou jullie gewoon graag laten zien hoe het moet. Dus, thuis doe je dit natuurlijk veel slimmer. Oké, dit is wel goed zo. Nu gaan we indelen, of eigenlijk doe ik het schep voor schep in het vochtige beslag, laat maar zeggen. Totdat alles is opgenomen en dan meteen stoppen, want er moet namelijk een beetje van het rode voedingskleurstof bij. En als je dat al van tevoren gaat doen, weet je dus niet hoe rood de kleur eigenlijk wordt. Dus eerst even de droge ingrediënten en als allerlaatste de kleuring. Oké,
Ik haal hem heel eventjes omhoog. Dan heb ik net even wat meer plek om de bloem erbij te doen. En natuurlijk, als je hem laat draaien, in eerste instantie eerst heel even op de laagste stand. Zo. Hoppakee. Zo. Ik doe het meestal in 3 delen. En dan op zachtjes op de laagste stand. Kijk, dit doe ik echt maar heel kort. Zodat ik zie dat het er inderdaad in opgenomen is. En dan door naar de volgende hoeveelheid bloem. Want als je bloem namelijk te lang draait, dan krijg je een hele taaie cake. En dat wil je echt niet. Op de laagste stand. En dan het laatste gedeelte. Zo, en die kan er zo in 1 keer bij. Zo. Nou. Zo. Nu zie je eigenlijk dat hij al een beetje lichtroze is. Maar de oorspronkelijke Red Velvet Cake was eigenlijk niet roder dan dit. Want cacao had van zichzelf al een bepaalde zuurtegraad. En samen met de karnemelk en de citroen zorgde dat ervoor dat het eindresultaat een beetje een lichtrood tintje gaf. Vandaar Red Velvet. Maar in de jaren 60 was er een fabrikant die vond dat het nog roder moest worden. En toen hebben ze inderdaad wat kleurstof toegevoegd. Dat gaan wij nu ook doen. Ik neem even deze voedingskleurstof. Het is een gelvorm dus. Hè. En ik ga eerst even kijken. Want de hoeveelheid die je daarvoor nodig hebt, vind je hier inderdaad onder in de beschrijving. Nou doe ik het op het oog, maar ik heb al enige ervaring dus. Maar mocht je dat niet hebben, dan weeg je het eerst af. Eerst even voorzichtig doormixen. Oké. En nu gaan we het voorzichtig overgieten in de bak vormen. Deze leg ik uit. En dat is nou ook weer niet de bedoeling. Niet dat je dat niet afsnijdt, maar toch. Dan heb je gelijke baktijden. Daar gaat het wel om. Zo. Vervolgens. Zo, daar ben ik weer. Vlakken we de bovenkant heel even voorzichtig uit. Zodat hij mooi glad is. Zo. Precies. Overal even dik wordt. En nou de laatste. En dan gaan ze in de voorverwarmde oven. Zo. Oké. En dan gaan ze nu in de oven. Oké. Nu gaan we de cake aan de zijkant even losmaken. Dat doe ik met een paletmesje. Daar werk ik graag mee trouwens. Ja, is altijd geschikt voor dit soort taken. Zo, dat doen we even weg allemaal. En dan kip je ze om op het rooster om verder te laten afkoelen. Ze hebben nu 30 minuten in de oven gezeten en gebakken. Vervolgens laat je ze 5 minuten afkoelen en dan keer je ze pas om. Dus nu gaan we ze lossen. Oké. Hij is nog steeds een heel klein beetje warm. Dus, oeps. Nu gaan we de frosting maken, tevens ook de vulling. Daarvoor hebben we het volgende nodig. Gesmolten chocolade, op kamertemperatuur afgekoeld, want anders smelt het straks de boter, wat niet gunstig is. Poedersuikerboter, cacaopoeder, water en 1 eetlepel. Van deze glanzende, ja, je kan het keukenstroop noemen. Ik ken het niet anders dan Lyle's Golden Syrup. Maar ik weet zeker dat je als je keukenstroop zou gebruiken, precies hetzelfde effect zou hebben. Dan gaan we eerst hier eventjes deze 2 ingrediënten bij elkaar mengen. Daar maken we een soort van papje mee. En die komt straks bij de botercrème, de chocoladebotercrème. Want dat is wat eigenlijk de frosting is. Aardig, wacht even. Keeping it real. Zo. En zo gaan we door. Nou, dit gaan we straks bij de botercrème doen. Ik zet het even opzij. En dan gaan we zo direct verder bij de mixer. Zo.
Nou, beginnen we met de boter. Die gaan we eerst helemaal romig kloppen en dan pas doen we de suiker erbij. Duurt zo'n 2-3 minuutjes. Nou heeft de boter zo'n 2 minuten geklopt en nou doe ik de poedersuiker erbij. In één keer gewoon. Zo. En dan heel zachtjes starten en dan weer op volle kracht verder. Het gaat tussendoor altijd heel even nog de zijkanten bij. En dan weer verder. Zo. Nou is de boter heel erg romig. Dat kun je ook zien omdat hij ontzettend licht van kleur is. Het is ontzettend. Er zit heel veel lucht in geklopt. Dat heb je nodig. Eigenlijk. Als je het goed kunt zien. Hij is super romig, licht van kleur. En dat is precies de consistentie die je wil hebben om een mooie chocoladecrème te krijgen. Zo. Nou schraap ik weer alles van de zijkant af. Laat ik hem nog één keer doorkloppen. En dan doen we de cacaopoeder erbij. Zo, dat is genoeg. En dan gaat dat... Dikke cacao massa gaat er nu bij. Zo. En dan zet ik de mixer weer aan. Eerst op langzaam. Heel even snel de zijkanten meenemen. Ik zet hem nu eerst op de laagste stand en dan doe ik beetje voor beetje de gesmolten chocolade erbij. En dan laat ik hem door. Wacht even. Ah, hier is de lime syrup. Ik doe daar ongeveer een eetlepel bij. Zo, dit is zo'n beetje een eetlepel. En dan zetten we hem weer snel aan. Zo. Nu zetten we dit opzij. En dan gaan we de cake eerst mooi in plakken snijden. Of tenminste plakken dat het weer mooi recht is. En dan vervolgens gaan we ze vullen en opmaken. Nou, eens even kijken. Nou, het valt reuze mee wat erbij gesneden moet worden. Het is echt alleen maar een heel klein beetje. Ik moet echt mooi recht krijgen. Haal ik dit eraf. Dit is alvast één. En zo gaan we door met dan doen we ze allemaal. Dat ze allemaal even recht zijn. Even een beginnetje maken. Nou, deze is eigenlijk redelijk recht. Maar ik ga een heel klein stukje nog vanaf halen. Zo. En dan gaan we zo weer verder met het vullen en met het afsmeren van de chocolade. Omdat ik straks de taart op een taartplateau wil zetten, doe ik eerst even bakpapier erop. Alvorens de eerste cakelaag hierop te plaatsen. Oké, dan nemen we deze. Vervolgens plaatsen we die hierop. Hier heb ik de chocoladecrème en de framboosjes die erin gaan voor de vulling. En vanaf hieraf is het eigenlijk heel simpel. En je kan ook zelfs een spuitzak gebruiken. Het is helemaal aan jou hoe professioneel of hoe makkelijk het jezelf wil maken. Dus ik doe een kleine lepel van de chocoladecrème erop. En zo. Hier heb je de frambozen. Die doe je er dan gewoon zo in. Je kan ze door de helft doen, maar ik vind dat persoonlijk niet nodig. Zo veel mogelijk. Is lekker,
extra lekker. En hoe meer fruit in een chocoladetaart vind ik persoonlijk lekkerder. Nou ja, de echte chocoholics willen alleen maar chocola. Maar ik hou meer van fruit en chocola. Dus dat is ook persoonlijk. Je kan kersen gebruiken, je kan besjes gebruiken, bosbessen. Het hoeft niet eens vers te zijn. Je kan zelfs uit de vriezer halen. Dus het is een super makkelijke taart. Zo. Deze druk je een beetje aan. En hier doe je hetzelfde mee. En dan vervolgens leggen we deze op de kop erop. Dit is namelijk de rechterkant. En dan maak je jezelf zo ik veel makkelijker mee. Nou ga ik even mijn handen wassen. Dit ziet er een beetje gek uit zo, maar geen ramp. We vullen het namelijk gewoon op met de chocolade. Aan de zijkant. Je houdt het een beetje zo vast. Hopsakee. En het komt allemaal goed. Naar beneden. Oké. Om dat even goed te laten zien. Ik strijk hem heel eventjes een beetje af. En dan ga ik alle spleten laten we zelf opvullen met chocolade. Dus ook de onderste. Dit kun je fast forwarden. Ik ga een beetje zo op en neer met mijn spatel. Zo. En dat is de bedoeling. Zo. En nu gaat hij naar de koelkast. Ik heb de resterende crème ietsjes zachter gemaakt in de magnetron. Echt maar 20 seconden op zo'n 600 watt. En dat heb ik gedaan om een gladde coating te maken. Dus de buitenste laag eigenlijk. Het is wel een beetje vloeibaar, dus dan moet je anders meewerken dan als met crème. Zo. Zo. Zodat het mooi glad wordt. Het is wel een kwestie van ietsje sneller werken. Oké, ik heb er een soort van schraper bij gepakt. Daarmee maak ik de zijkant helemaal glad. Door hem eenvoudigweg stil te houden en het draaiplateau te roteren. En zo krijgen we een mooi glad oppervlak. Zo. En dan gaat hij weer heel snel heel eventjes terug in de koelkast. En dan gaan we de drip, chocolade drip methode gebruiken. En ik zal je laten zien hoe dat verder moet. Ik heb wat chocolade genomen en dat heb ik gesmolten in de magnetron. In 20 seconden, om de 20 seconden, dan roer ik het een beetje totdat het helemaal vloeibaar is. Pas op dat het niet aanbrandt, dus ondertussen wel roeren. Dus de eerste 2 minuten laat je hem op 600 watt gewoon doorlopen. En daarna in iedere 20 seconden even controleren en roeren. Totdat het helemaal gesmolten is. Nou, in dit geval is deze chocolade gesmolten. Ik doe hem heel even in een spuitzakje. Zo. De taart is ook gekoeld. Dat is ook belangrijk. Want anders blijven de druppels niet mooi als het ware hangen. Maar dan gaan ze meteen naar beneden. Nou is dat ook niet heel erg lelijk. Maar ik wil eigenlijk een beetje dat kaarsvet idee creëren. Wat ik doe? Ik begin eerst bij dat randje. Als het ware laat ik hem eroverheen lopen. Totdat ik denk van oké. Zie, het is een beetje een kaarsvet idee. En dan maak je eentje langer dan de andere. Het is in je eigen creativiteit hoe je dit verder doet. Nou ben ik helemaal rond. En nou pak ik ook een heel klein beetje van de binnenzijde mee. Want dat stuk moet wel een beetje glad zijn. Omdat daar straks al het fruit op komt. En die eerste rand, dat zie je wel. Ik pak even een spatel en dan, net zoals er straks, strijk ik het een beetje naar binnen toe. Oké, ik neem wat van de goudpoeder en dat doe ik heel even hierin. Ik heb niet zo heel veel nodig. Ik neem een zacht kwastje en ik ga langs de buitenzijde van de vijg. Dus zonder iets ermee te doen, alleen maar gewoon dat goudpoeder erop doen.
wordt het extra sparkly, glinsterend. Ik heb hier een hele keur aan fruit en decoratie. Die bijvoorbeeld een macaron kun je ook een mooi streepje erop maken. Of een heel klein beetje zacht over deze bramen heen. Dan wordt het ook al heel erg mooi. Kijk, alleen al op het bordje zelf zie je al wat het uiteindelijke effect is. Dus door al die kleuren met een heel klein beetje goud wordt het al heel erg mooi. Nou, nu als laatste kleine element als versiering. Dan hebben we deze gouden versiering voor op de taart. Maar ik wil nu nog één klein dingetje laten zien. Dit zijn zachte karamel fudge dingetjes. Maar als het eenmaal warm is gekneed, dan kun je er echt hele leuke dingen mee maken. Namelijk blaadjes. Oké, daar gaan we. Hoppakee. Dan heb ik hier een uitsteker in de vorm van een blaadje. Dat is ook heel handig. En die neem ik eraf. En voilà, blaadje. Zo. Oké, en dan gaan we ook deze met wat goudpoeder bestrijken. Ik bedoel, dit ziet er best wel blitz uit, zeker op een taart. En het is ook nog hartstikke eetbaar ook, dus oké. Deze leggen we heel eventjes apart om af te koelen, want anders blijft hij plakken. Ja. En dat gaan we nu even doen. Nu pak ik vast de taart uit de oven. En ik vermoed dat de druppels al helemaal opgesteven zijn. En dan gaan we die vervolgens goud verven. En hoe je dat doet, laat ik je zo zien. Want daar heb je iets meer voor nodig dan alleen maar een beetje poeder. Maar ook een heel klein beetje alcohol. En dan maken we daar een verfje van. Ik heb hier wat alcohol, wat hoog in percentage is. Liefst kun je hier vodka voor gebruiken. Maar nou had ik toevallig geen vodka. Maar cognac kan ook. Ik heb daarvoor, omdat ik druppelsgewijs de alcohol bij de goudpoeder ga vermengen, heb ik dit spuitje ergens bij de apotheker gehaald. Ongeveer zoiets. Kijk, en daar kun je dan makkelijk mee doseren. En dan maak je een verfje. Kijk, dit is perfect qua consistentie. En nou ga ik de taart erbij pakken en dan gaan we hem beschilderen. Nou, de druppels zijn heel mooi uitgehard en droog dus. En nu kunnen we ze gaan beschilderen. Ik heb nu dat verfje dus. En dan gaan we heel voorzichtig gaan we langs de druppels naar beneden. Zorg dat je niet op de taart komt, maar enkel op de druppels blijft. En dan pak je de bovenkant mee en daarna ga je de details nalopen. Oké. Er zitten misschien hele kleine schoonheidsfoutjes in, maar dat zie je eigenlijk bijna niet. En je moet ook niet te kritisch zijn, hè? Ik vind dit al heel mooi. Dan gaan we eigenlijk alleen maar een beetje strategisch volleggen met het fruit. Als je wil, mag je het vastmaken met wat gesmolten chocolade, als je dat fijner vindt. Als je bang bent dat het anders gaat rollen en alles, dan is dat misschien nog niet eens een heel gek idee. Less is more, zeggen ze, maar niet met kerst. Even kijken, hier nog eentje. Oké. En dan is dit het eindresultaat. Mooie taart, toch? En dan heb je dat zelf helemaal gemaakt. Perfect voor kerst. Ik leg het even allemaal weg. En misschien nog hier en daar wat kleine details. Toch nog wel misschien een beetje wat voller. Zo. Al die rode besjes maakt het alleen maar kerstiger. En meer Radboud. Oké. In ieder geval, heel veel succes en veel plezier en eet smakelijk.